Geert, vandaag is het een beetje de bedoeling dat jij Katrien en Patrick gaat leren kennen. Het is ook de bedoeling om vandaag een beetje te kijken van de werkpunten die we de vorige keer hadden afgesproken, om die een beetje te bespreken, zodat zij weten van aan waar kunnen zij werken tijdens de begeleiding. Ik denk het voornaamste dat gaat zijn over de scheiding, waar je nu mee te maken hebt en de slaapproblemen, het piekeren en zo, wat wel moeilijk loopt nu. Dat is een heel triestige affaire eigenlijk. Dat Charlotte is dan 2 jaar geleden gaan lopen en dan, dat brengt een hoop zorgen met zich mee. Ik zit dan heel veel thuis te piekeren, helemaal alleen, over hoe het naar de toekomst moet en dan zeker met de kinderen, wat ik daarmee moet gaan aanvangen en als die bijvoorbeeld thuis zijn of als ik die toegewezen krijg, hoe moet ik die naar de opvang en hoe moet ik dat allemaal een beetje proberen te gaan regelen. Dat is niet zo eenvoudig en daar maak ik mij dan heel veel zorgen over. Ja, want hadden we ook gezegd dat misschien iets was voor Patrick om op te nemen met u, van hoe voelt u daarbij met die scheiding, wat brengt dat teweeg voor u en ook een beetje dat piekeren en dergelijke, dus alles wat daarmee te maken heeft om te bekijken van hij heeft nu wel al wat begeleiding, maar kunnen we die misschien wat uitbreiden, ja of nee? Maar je had al verwoord dat scheiding een heel erg probleem is voor u, dat je daar echt aan wilt werken en dat die slaapproblemen ook heel erg zijn. Ja, dat klopt. Willen we dat heel even loskoppelen en kijken eerst naar scheiding? Ja. En ik denk dat het belangrijk is om daarover te praten. Dat we dat individueel doen, maar ook in groep. Je bent zeker niet alleen. Nee, Charlotte is ook gescheiden. Ja, maar er zijn er nog heel veel gelijkaardige situaties. En als je dat kan delen in een groep, dan is dat al heel belangrijk. Maar we gaan dat stap voor stap eens bekijken. Samen, ik en u. Maar jij hebt het stuur. Als je zegt, van dat is heel nuttig voor mij om daarover te praten, dan doen we dat. En ik ga het niet overnemen. We gaan wel eens kijken van, als het een echt complex probleem wordt, dan gaan we u doorverwijzen. Dan gaan we zeggen van, kijk, hier moet toch echt een psychiater of een psycholoog of iemand anders naar kijken. En anders proberen we het onder elkaar op te lossen. Maar ik weet wel mijn grenzen te trekken. Van, kijk, daar doen we het zelf. Of daar wordt het iemand anders die samen met u aan de slag gaat. Het is heel belangrijk dat je zegt van, kijk, ik wil eraan werken. Het is mijn keuze om eraan te werken. En dat we stap voor stap gaan kijken van dit probleem een stukje hanteerbaar maken. Om dan te gaan kijken van, wat betekent dat voor werk? Is dat een eerste afspraak? Goed. En Geert, ook van de schulden, dat je aangeeft van, kijk, dat is nog niet echt uitgesproken van hoeveel schulden zijn er? Wie gaat dat moeten betalen? Eigenlijk moet dat nog voor de rechtbank komen. Dus dat is eigenlijk ook iets wat misschien wat opgevolgd kan worden door Katrien. Te kijken van, of contact op te nemen met het OCMW. Van wanneer is de uitspraak en dergelijke. Dat is wat Katrien gaat doen. Ja, dat gaat Katrien doen. Absoluut, Geert. Ik denk dat ik u daar wel mee kan helpen. Wat belangrijk is voor mij, is dat ik samen met jou ga bekijken, hoe gaat dat nu allemaal in zijn werk? Wat gaan ze nu allemaal beslissen? En waarom nemen ze die beslissingen? En dat ik jou probeer stap voor stap, samen met de mensen van het OCMW, uit te leggen wat er allemaal gebeurt en waarom dat gebeurt. En dat wij tot een zo goed mogelijke oplossing kunnen komen. En dat wij ook proberen mee te helpen in die beslissing. Dat de mensen, dat jij, de mensen van het OCMW en ik, daar heel de tijd heel dicht op staan. En dat het voor jou ook allemaal heel duidelijk is. Want ik weet nu dat het allemaal heel ver weg ligt. Je gaat naar het OCMW, daar wordt alles geregeld. Maar je bent eigenlijk niet goed op de hoogte hoe ver staat het daar nu mee. En gaat dat nu op mijn nek komen, die schulden, of niet? Dus dat is iets wat we gaan doen. Nu, dat gaan we doen in individuele gesprekken. Want dat is iets tussen jou en mij. Goed? Goed. Ja? Geert, misschien ook aangeven dat je nog niet goed weet van, kan je nu voltijds werken of deeltijds?
Ja, want dat was nog niet echt duidelijk voor u. Nee, ik ben nog... dat is lang geleden dat ik nog voltijds gewerkt heb. Mm-hmm. Dat is al van 2008 geleden, denk ik. Dat is al vijf jaar geleden dat ik nog voltijds gewerkt heb. En dan gaat dat niet zo gemakkelijk zijn om dat terug op te pakken. Nee. Misschien dat toch, zoals je al gezegd hebt, wat beter van bij stapjes te beginnen mm-hmm. dan de half tijds of zo. Maar dat verdient je natuurlijk weer niet zoveel. Maar dat is echt iets wat Katrien gaat opnemen, hè? Ook tijdens de stage na met u. Krijg ik die stage ook betaald? Nee, Geert, je gaat daar niet voor betaald worden. Waarom word je daar niet voor betaald? Dat is eigenlijk nog geen echte job. Hè? Eigenlijk is dat een oefenterrein waarin je kunt kijken, wat kan ik nu goed, wat kan ik minder goed, wat heb ik graag en wat heb ik helemaal niet graag op een werkvloer. Hè? Daarvoor is dat een stage en is dat nuttig om dat uit te testen. Dus je gaat alleen maar je mobiliteitskosten terugkrijgen. Dus als je met de brommer naar daar rijdt, krijg je benzine van de brommer terugbetaald. Ja, die stage is voor 520 uur. Dat lijkt heel, heel, heel veel. Maar eigenlijk, als je dat optelt, is dat niet zoveel. We gaan starten met maximum 12 uurtjes in de week. Afhankelijk van waar je terechtkomt en wat je gaat doen. Ja, gaat dat op dinsdag, woensdag, donderdag zijn of op maandag? Hè? Dat verschilt een beetje. Hè? Maar belangrijk is dat we die 520 uur, dat is een maximum. We hoeven die niet uit te maken. Dus als we zien dat dat goed gaat, hè, en als we zien, 12 uur, 16 uur, hè, en we bouwen dat stilletjes aan op, dan kunnen we beslissen, nee, Geert is klaar om terug te gaan werken. Dan liever de namiddagen, omdat ik... Die is te vroeg opstaan, omdat ik moeilijk slaap. Ik zou het nuttig vinden, hè, in dat oefenterrein, dat je ook in de voormiddag naar de stage gaat. Ik weet dat dat moeilijk is, hè, want je hebt dat al aangegeven, daar juist hè, mm-hmm. bij Patrick. Daarom denk ik dat het ook nuttig is van voor de stage start, dat je dat eerst eventjes met Patrick opneemt, hè, in individuele gesprekken. Hoe die slaapproblemen kunnen aanpakken, dat het al iets beter gaat, moest je met een stage beginnen. Huh? Want ook daar heb je bij Katja gezegd van slaapproblemen, dat is een echt werkpunt. Sinds de scheiding slaap ik heel moeilijk. Ik lig dan in bed altijd te draaien en te woelen en te keren en te draaien, omdat ik niet in slaap geraak. Mm-hmm. Ik ben altijd maar aan het piekeren over de toekomst en, mm-hmm. en hoe het verder moet. En met de kindjes en wie krijgt de kindjes en de schulden en de afbetaling van de schulden. En heb je daar al met de huisarts over gepraat? Ja. En die heeft al eens voorgesteld om pilletjes te pakken, maar dat wil ik dan niet. Hè. Dat, mm-hmm. We gaan dat zo proberen op te lossen en dan... Maar als ik dan moe ben, dan val ik 's morgens vroeg in slaap. En dan ben ik niet op tijd op om op te staan. Willen we dat het volgende individuele gesprek, dus onder ons twee, willen we het daar dan over hebben? Wat betekent slapen voor mij? Wat is goed slapen? En hoe kunnen we dat oplossen? En misschien ook hier dat ik moet zeggen van kijk, we gaan eens gaan kijken naar een slaapkliniek. Ik weet dat niet op voorhand, maar het bestaat. We weten dat het bestaat. En waarom zouden we er dan geen gebruik van maken als het u kan helpen? Dus ik zou zeggen, van rond slapen, dat is ons eerste gesprek. En we gaan dadelijk wel een datum afspreken voor dat eerste gesprek. Goed. Oké. Okay. Nu, waar jij ook wel wat vragen over had, waren die groepsessies, hè? Die aan bod zouden komen. Hè? Dat Katrien dat misschien een beetje kan toelichten naar hoe die groepsessies in zijn werk gaan. Geert, die groepsessies, maak u daar geen zorgen over. Hè? Ik ga u de algemene praktische uitleg nog doen in een individueel gesprek. Hè? Sowieso. Maar ik ga nu al zeggen, dat is geen grote groep. Hè? Maak u geen illusies. Dat is tussen de 6 en de 8 personen. Die mensen hebben allemaal iets aan de hand. Hè? En we gaan daar vertrekken vanuit de praktijk. Dat zijn geen moeilijke dingen. Dat gaat over heel praktische, dagelijkse dingen. Uw sleutels kwijt zijn. De kinderen die op een regendag bij u zijn, die moeten aan tafel komen, maar die niet willen. Hoe pakt je dat aan? Van die praktische dingen gaan we in de groepsessies bespreken. Daar gaan dus
onderwerpen aan bod komen als stress. Dat zijn stresssituaties. De sleutels niet vinden. De kinderen die hier veel lawaai maken en jij die rust wilt. Dat zijn stresssituaties. Waar gaan we het nog over hebben? Over communicatie. Hoe communiceert je met collega's? Ik heb vanuit Katja haar verhaal begrepen dat je daar eigenlijk weinig problemen mee hebt. Dat je zegt, eigenlijk zo contacten met mensen, daar ben ik heel sterk in. Ah wel, dan gaat jij in de groep mensen iets kunnen leren. Dan gaat jij vanuit je ervaring kunnen zeggen, ah nee, maar dat doe ik goed. Mm-hmm. Dat kan ik goed. En je moet dat en dat doen en daar moet je op letten. Ziet je? Cool. En daar gaat iemand anders in de groep waarschijnlijk zijn, ah ja, ik kan goed met stress omgaan en die gaat u misschien heel nuttige tips kunnen geven. Sowieso. Je vertelt wat je wilt vertellen. Jij bent de baas van je eigen verhaal. Dus jij hoeft niks te vertellen. Jij mocht in eerste instantie ook luisteren. In de groep wordt veel verteld. En daar kan het ook goed zijn dat je zegt, ik steek gewoon veel op van gewoon al te luisteren naar wat mensen te zeggen hebben. Ja. Dus ik ga je zeker niet verplichten van alles te vertellen over je privé. Ja. Als jij dat wilt en als jij daar klaar voor voelt, dan mag dat. Ja. Ik vind het ook belangrijk dat je daar elke keer bent. Ja, ik weet, er kan altijd iets gebeuren. Je kunt altijd ziek worden. Mm-hmm. Maar ik vind dat wel belangrijk, gewoon omdat we gaan elke sessie van alles bespreken. En elke sessie die je mist, die tips, die heb je niet gehad. Ja. Die sessies gaan door in de voormiddag. Oei. Ja, en dat is al een eerste goede oefening. Hè? Want dat betekent dat je er 's morgens gaat moeten staan. Ja. Dat is niet zoals op het werk. Als je aanwezig bent en je kunt iets of wat aandachtig zijn, is het voor mij voldoende. Maar dat kan een eerste oefening zijn, naast de gesprekken met Patrick, dat je zegt van, oké, hier ga ik aan werken. En als ik ben verslaap? Dan kom je later, dan verwittig je mij en dan kom je later. Natuurlijk mag dat geen gewoonte zijn, want dan zijn we niet aan het werken aan uw problemen. Maar het is belangrijk als je zegt van, oh, ik heb misverslagen, dat kan iedereen gebeuren, dat je mij dan even een seintje geeft. Goed? En we werken echt met 3 samen. Hè? We delen informatie, maar alleen als je toestemming geeft van, kijk, datgene wat je tegen mij zegt, is belangrijk dat iemand anders dat ook weet. Hè? Katja dat weet, hè? Katrien dat weet. Maar ik vraag u dat dan, omdat dat soms belangrijk kan zijn om te kijken naar werk. Hè? Als dat in mijn ogen niet belangrijk is om naar werk te kijken, dan ga ik u ook niet vragen van, kijk, mag ik dat tegen de anderen zeggen? Hè? Maar het is uw keuze om stappen naar werk te zetten. Hè? En ik vind het fijn dat je die ook wilt zetten. Mm-hmm. En dat we stap voor stap er werk van maken. Hè? Is dat een beetje duidelijk voor u wat de bedoeling is? Ja, maar het is veel allemaal zo wat op mij afkomt. Het belangrijkste wat je moet onthouden is dat Patrick u nu terug gaat uitnodigen individueel om een beetje te kijken naar die scheidingsproblemen, slaapproblemen en zo. En Katrien gaat u eigenlijk nog een overzicht bezorgen van alle datums dat de infosessies gaan doorgaan. Ja. Ja, dat zijn eigenlijk de dingen wat je nu gaat moeten bekijken. En ik nodig u regelmatig uit om te kijken van hoe lukt het met Patrick, met Katrien? Loopt het daar een beetje, ja of nee? Dan ga ik u toch nog zien. Ja, je gaat mij nog zien gedurende de hele begeleiding. Goed. En we gaan dat niet alleen bespreken. Soms gaan we ook dingen op papier zetten. Want het is ook belangrijk dat we dat kunnen vasthouden, dat we zien, dat we stappen vooruit zetten. En dat we soms gaan zeggen van, tja, nu heb je een groei, of nu gaat het wat minder goed. Maar dus dat we echt proberen dingen vast te houden en echt stap voor stap naar stage, naar iets beter, naar werk gaan. Waar ik aan de winkel ben. Ja, we laten nu niet direct los als jij zegt van, kijk, ik kies ervoor om stappen te zetten. Goed. Dan gaan we daar een beetje mee afsluiten, hè, Geert. Dus het is nu een beetje duidelijk. Je gaat verder uitgenodigd worden door hun. En eigenlijk blijven we allemaal in contact bij elkaar. Goed? Goed. Oké. Merci allemaal. Ja, jij ook om langs te komen, hè. Tot de volgende keer, hè. Ja. Wij zien elkaar in de groepsessies. Goed.